Noah, een jonge serval met een slanke, gevlekte vacht en heldere, nieuwsgierige ogen, maakte op een dag een speelse sprong. Ze was altijd vol energie, dartelend door het gras, haar ogen glinsterend van nieuwsgierigheid en avontuur. Elke dag was een nieuwe ontdekking voor Noah, een kans om haar wereld te verkennen. Maar op deze dag ging het mis. Ze landde onhandig en haar wereld veranderde in een oogwenk. De sprong die bedoeld was om vreugde te brengen, bracht in plaats daarvan pijn en verwarring. Haar poten, normaal zo behendig en sterk, faalden haar. De pijn was scherp en onmiddellijk. Noah voelde een intense steek in haar voorpoot en wist meteen dat er iets ernstig mis was. Haar speelse energie maakte plaats voor angst en onzekerheid. Ze probeerde op te staan, maar de pijn was te groot. Noah had haar voorpoot gebroken. De diagnose was duidelijk na een bezoek aan de dierenarts. Haar voorpoot moest worden gespalkt en ze zou weken nodig hebben om te herstellen. Voor een wilde serval was dit een zware beproeving. Alleen en bang wist ze niet waar ze heen moest. Servals zijn wilde dieren, gewend aan de vrijheid van de natuur. De gedachte aan een leven in gevangenschap was beangstigend voor Noah. Ze voelde zich verloren, haar natuurlijke instincten in conflict met haar nieuwe realiteit. Ze zijn er niet voor gemaakt om als huisdier te worden gehouden. De beperkingen van een kooi of een huis waren ondraaglijk voor een dier dat gewend was aan de uitgestrekte vlaktes en de vrijheid om te jagen en te verkennen. Noah's verhaal is helaas niet uniek. Over de hele wereld worden talloze exotische dieren gevangen gehouden, ver van hun natuurlijke habitat. Ze lijden in stilte, hun levens beperkt door tralies en muren. De handel in exotische dieren is een wrede industrie die winst boven welzijn stelt. Talloze exotische dieren lijden in stilte, slachtoffers van een handel die winst boven welzijn stelt. Deze dieren, die ooit vrij en wild waren, worden gereduceerd tot objecten van vermaak of statussymbolen. Hun lijden is vaak onzichtbaar, verborgen achter de schermen van de handel. Dit is het verhaal van Noah's redding, haar herstel en de hoop dat haar ervaring verandering zal inspireren. Dankzij de inspanningen van toegewijde dierenreddingsteams kreeg Noah een tweede kans. Haar herstel was langzaam maar gestaag en uiteindelijk kon ze terugkeren naar haar natuurlijke habitat. Noah's verhaal is een herinnering aan de veerkracht van de natuur en de noodzaak om deze prachtige dieren te beschermen. Noah's pijnkreten konden niet lang genegeerd worden. Haar gehuil was hartverscheurend en trok de aandacht van iedereen in de buurt. Het was duidelijk dat ze in ernstige nood verkeerde en dringend hulp nodig had. Gelukkig hoorde iemand haar noodkreet en wist dat ze in actie moesten komen. De persoon aarzelde geen moment en belde onmiddellijk de lokale dierenreddingsdienst. Ze wisten dat elke seconde telde en dat er geen tijd te verliezen was. Ze namen contact op met Stichting AAP, een organisatie die bekend staat om haar toewijding aan het redden en rehabiliteren van exotische dieren. Stichting AAP heeft een lange geschiedenis van succesvolle reddingsoperaties en staat bekend om haar deskundigheid en zorg. AAP is gespecialiseerd in het bieden van een veilige haven voor dieren zoals Noah, die het slachtoffer zijn geworden van de handel in exotische huisdieren. Hun faciliteiten zijn uitgerust met alles wat nodig is om deze dieren te helpen herstellen en een nieuw leven te beginnen. Ze begrijpen de unieke behoeften van deze dieren, zowel fysiek als psychologisch. De dierenartsen en verzorgers bij AAP zijn getraind om met de meest complexe gevallen om te gaan en bieden de best mogelijke zorg. Tijd was van essentieel belang. Noah's redders wisten dat elk moment telde. Ze mobiliseerden snel en bereidden zich voor op een snelle en efficiënte reddingsoperatie. De spanning was voelbaar, maar hun vastberadenheid was onwankelbaar. Ze benaderden haar voorzichtig, waarbij elke beweging werd geleid door compassie en expertise. De redders wisten dat ze voorzichtig moesten zijn om Noah niet verder te verwonden. Hun ervaring en toewijding maakten het verschil in deze kritieke momenten. Uiteindelijk slaagden ze erin om Noah veilig te redden en haar naar een veilige plek te brengen waar ze de zorg kon krijgen die ze zo hard nodig had. Het was een moment van opluchting en vreugde voor iedereen die betrokken was bij haar redding. Noah begon langzaam te herstellen onder de liefdevolle zorg van het team van Stichting AAP. Haar verhaal is een bewijs van de kracht van mededogen en de onvermoeibare inzet van degenen die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Noah werd voorzichtig vastgezet en naar AAP's ultramoderne faciliteiten vervoerd. De reis was gevuld met angst, maar ook met een sprankje hoop. Bij AAP zou Noah eindelijk de gespecialiseerde zorg krijgen die ze hard nodig had. Bij aankomst werd Noah begroet door een team van dierenartsen en verzorgers. Ze waren vastbesloten om haar pijn te verlichten en de best mogelijke behandeling te bieden.
Noah's reis naar herstel was nog maar net begonnen. Noah's gebroken poot was een bewijs van de harde realiteit van de handel in exotische huisdieren. Servals zijn in hart en nieren wilde dieren. Ze horen thuis in de uitgestrekte savannes van Afrika, niet opgesloten in huizen die hun natuurlijke omgeving nooit kunnen evenaren. De stress en ontoereikende zorg die vaak gepaard gaan met gevangenschap, kunnen exotische dieren vatbaarder maken voor letsel en ziekte. Noah's gebroken poot was een fysieke manifestatie van een kapot systeem. Het veterinaire team van AAP onderzocht Noah's blessure met een zwaar hart. Botbreuken zijn altijd ernstig, maar bij een jonge en actieve serval vormen ze unieke uitdagingen. Noah's herstel zou gespecialiseerde expertise en niet aflatende toewijding vergen. Servals staan bekend om hun ongelooflijke springvermogen en springen in het wild vaak meerdere keren hun lengte om vogels te vangen. Hun poten zijn essentieel voor hun voortbestaan, zowel in het wild als in gevangenschap. Een operatie werd beschouwd als de beste aanpak voor Noah. De bekwame chirurgen van AAP repareerden nauwgezet haar gebroken bot, waardoor ze een kans kreeg om haar volledige mobiliteit terug te krijgen. De operatie was slechts de eerste stap in een lange en zware reis. Noah zou uitgebreide postoperatieve zorg nodig hebben, waaronder pijnbestrijding, fysiotherapie en constante controle. Het team van AAP was bereid alles in het werk te stellen om Noah te helpen genezen. Noah's verhaal werpt een licht op de donkere kant van de handel in exotische huisdieren. Miljoenen dieren worden elk jaar uit hun natuurlijke habitat gehaald of in gevangenschap gefokt om te voldoen aan de vraag naar exotische huisdieren. Deze handel gaat vaak gepaard met immense wreedheid, waarbij dieren tijdens het vangen, vervoeren en verkopen worden blootgesteld aan erbarmelijke omstandigheden. Het welzijn van deze dieren wordt vaak genegeerd en ze worden beschouwd als handelswaar in plaats van levende wezens. Veel exotische huisdieren worden in ontoereikende omstandigheden gehouden, zonder de juiste voeding, veterinaire zorg en de verrijking die ze nodig hebben om te gedijen. Stichting AAP is een baken van hoop voor dieren zoals Noah. Deze organisatie, gevestigd in Almere, Nederland, heeft een lange geschiedenis van het redden van exotische dieren die zijn verwaarloosd, mishandeld of verlaten. Hun toewijding aan dierenwelzijn is ongeëvenaard. En hun inspanningen hebben talloze levens gered. Ze zetten zich in om een einde te maken aan het lijden van exotische dieren door middel van redding, zorg, rehabilitatie en belangenbehartiging. De medewerkers en vrijwilligers van AAP werken dag en nacht om ervoor te zorgen dat elk dier de zorg en aandacht krijgt die het verdient. Van het bieden van noodhulp tot het uitvoeren van complexe medische procedures, hun werk is van onschatbare waarde. Hun werk gaat verder dan het bieden van medische behandeling. Het omvat ook het creëren van een veilige en verrijkende omgeving, waar dieren kunnen herstellen en gedijen. Ze zorgen ervoor dat elk dier, ongeacht zijn verleden, een kans krijgt op een beter leven. Ze streven naar een wereld waarin exotische dieren met respect en compassie worden behandeld. AAP's missie is veelzijdig. Ze richten zich niet alleen op directe hulp, maar ook op het bevorderen van een bredere maatschappelijke verandering. Door educatie en bewustwording proberen ze de manier waarop mensen naar exotische dieren kijken te transformeren. Ze werken onvermoeibaar om het bewustzijn te vergroten over de ethische implicaties van de handel in exotische huisdieren. Door middel van seminars, campagnes en educatieve programma's